We gaan in één keer door. De volgende staat op de trappen van ongeduld. Okay. Kom staan. Hey. Hoi. Hallo. Hallo. Inmiddels weet je wel wie ik ben, volgens mij. Maar ja, ja. We hadden eerst ook zo'n, heel leuk incident. Toen kwam je van Rutte. Ja. Toen als informateur, mag ik je zeggen trouwens? Ja, natuurlijk. Okay. Ja. Jij hebt langer haar nu, volgens mij. Iets langer haar, ja. Dat zou kunnen. En toen liep ik achter je aan. Ja. Roy Kramer was erbij, dat is de spindokter van D66. Ja. En het was allemaal goed gegaan, de camera's waren weg. En ik liep er een beetje achteraan om, om even kennis te maken. En je hoorde mij, ik moest een beetje hollen, dus je hoorde mij hollen. En het draait je om en zegt, hoort u bij hem? En dat was dan, hoort u bij Roy Kramer, bij de spindokter. Ja. Alsof ik ook in dienst was van D66. Dus je had geen idee, maar helemaal niet erg. Je had geen idee wie ik was. Maar dat was, vond ik wel ook wel weer heel grappig om te merken. Dat iedereen in elk geval in Nederland die in politiek was geïnteresseerd, die zou dat misschien wel weten. En intussen was je geland met 6 koffers, volgens mij, bij Carla Pauw. Dat is de grand dame achter de schermen van D66. En dat is nu bijna al 2 jaar geleden. En ik wil eigenlijk een beetje met de deur in huis vallen. Je bent 2 jaar minister. En dan vraag ik me af, wat betekent nou dat werk voor je? Wat betekent dat ministerschap voor je? Meestal een soort missie, het idee van een eervolle opdracht. Wat je echt doet voor het land. Dat is groter dan de partij. Een enorme kans soms om ideeën waar ik zeer zelf aan hecht, om die ook uit te mogen dragen, omdat ze onderdeel nu vormen van beleid. Of ik heb er zelf nog wat bij gedaan. En op een ander moment dat je ook denkt, mijn hemel, waar gaat dit over? En dan heb ik het over de kleinere marges. Omdat ik natuurlijk ik heb natuurlijk de. Noem eens een voorbeeld daarvan. Ik heb natuurlijk veel met mijn eigen baan te maken met alles wat internationaal gebeurt. Of het nou handel is, hè, de China, VS, staal, dumping, noem maar op. Met Trump op bezoek. Al dat soort dingen. En internationale samenwerking, enorme crisis, mensen die echt helemaal niets hebben. En dan kom je weer terug in een gesprek of vragen of natuurlijk alle online kritiek. En dan denk je, maar dit is een land waar het nog steeds ontzettend goed gaat. Waar we moeten kijken naar de meest kwetsbaren in eigen land, uiteraard. Onze eerste taak is richting hen. Maar tegelijkertijd, als ik dan de ruzietjes zie, de kleine vorm soms van het debat, dan heb ik dus ook de vraag, denk ik, van jee. En dan vergeet men vaak hoe goed we het ook juist weer doen namens Nederland, met Nederland, juist elders. Ja. En wat voor mooie rol we vervullen, hoe we daarvoor gaan. Kan je nog even bedenken, wat was nou de laatste keer dat je echt dacht, jeetje, waar gaat het hier over in Nederland? Nou, dat hoef ik niet zo ver in de geschiedenis terug, hoor. Dat denk ik met enige regelmaat, maar dat dacht ik vroeger ook. Dus het heeft weinig met de baan te maken. Het is meer dat je gewoon weet, we zijn een rijk land. Iedereen heeft ontzettend veel kansen. Er zijn systemen. Werkt het allemaal goed naar onze eigen genoegen? Nee. Iedereen betaalt de belasting voor, dus de mens verwacht wat. Mensen maken zich zorgen over de toekomst. Maar omdat ik natuurlijk altijd zo'n absurde spiegel heb de hele dag in mijn hoofd. Ook vanwege de reizen. Armoede, chemische oorlogen, wapens, verschrikkingen. Alles. Ja. Dus dat soms dat je eigenlijk wilt zeggen van, het is nog steeds eigenlijk heel goed. En wat er beter moet, daar werken we echt aan. Maar even pauze, even ademen, even nog weer waarderen wat het merendeel van de mensen in het land nog steeds hebben. Maar noem eens even zo'n momentje waarop je echt dacht, ja, ik heb het, ik weet niet eens. Weet je wel, ik weet het niet. Lokale dingetjes of schandaaltjes. Dat mensen zeggen, weet je wel, of een kop uit een bepaalde krant bijvoorbeeld. Nederlanders woest op. En dan is het weer iets, dan lees je het artikel. Dan denk je, oh, maar dit gaat helemaal nergens over. En het klopt ook nog niet. Ook dat soort momenten. Dus dat is ook natuurlijk fascinerend om te zien. Maar dat is ook een globaal fenomeen. De snelheid van reactie. Dat mensen zich op Twitter enorm zitten op te werken in een soort collectieve woede, wat dan zogenaamd viraal gaat. En dan na 6 uur later wachten is alweer verdwenen en is alweer wat anders om je enorm over op te winden. Maar het zijn eigenlijk allemaal vaak, het zijn soms grote dingen. Maar soms zijn het ook dingen waarvan je denkt van, we zijn allemaal intelligente mensen. Iedereen kan lezen en schrijven, het merendeel.
Dus laten we even gewoon even wat pas op de plaats met die thema's. Dat Nederland is zichzelf gekeerd. Dat... En dat steeds meer, dat merk ik wel. En dat vind ik jammer, want ik denk dat we daardoor als middelgroot land, maar hè, onder de kleine, maar klein onder de grotere, dat we daarmee ook onze kracht verliezen. Want onze flexibiliteit, onze creativiteit, ons vermogen om mee te denken met anderen zonder dat ons gedachtegoed hoeft te worden, dat is een enorme bron van kracht en beïnvloeding. Ja. Het is een soort 360 altijd maar blijven doen. Je hoeft het niet met iemand eens te zijn. Maar als je niet kunt inleven in de wereld en het denken van een ander, dan kun je ze nooit beïnvloeden. Ja. Dan zitten we dus in die parallele universa te praten. En dat vind ik jammer. Oké. Okay. Nou weet ik uit betrouwbare bronnen dat er een paar mensen zijn bij D66 die wel zouden willen dat Sigrid misschien de voorvrouw wordt, de eerste voorvrouw van de partij. Het boegbeeld voor progressief Nederland, om die polarisatie die gaande is misschien eens aan te pakken. En om heel eerlijk te zijn, ja, je laat dat boven de markt hangen, maar is dat nou echt iets wat je zou willen doen? Ik heb daar verschillende altijd ideeën over. In de eerste instantie denk ik zelf dat ik... het klinkt heel raar. Ik vind mezelf te oud. Ik vind dat het goed te is... Te oud, dat... je bent 3 jaar ouder dan ik. Oké. Okay. Hey, toch wel weer ouder. ik denk dat het goed is dat er steeds meer vrouwen hun nek uitsteken. Dus dat principe vind ik heel belangrijk. Ik vind het ook dat je niet mensen moet overschatten. Ik bij mezelf denk ik dan ook van, volgens mij wordt er een enorme overschatting van mij gemaakt. Het feit dat ik anders ben dan de anderen en opereer op een andere manier, wil niet zeggen dat ik het beter kan. Dus nou, dat je vind brengt ik altijd een enorme internationale ervaring en allure mee. Maar goed, dus ik vind dat je altijd heel voorzichtig moet zijn in het zeggen van dat van, oh, die of die. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je maar moet jezelf niet overschatten. Maar even los van hoe andere mensen naar je kijken. Nou, ja, maar je het zelf willen? Dat weet ik niet. Laat ik even terugkeren naar een vraag van Max van Wezel. Helaas onlangs overleden. 2 maanden geleden. Bij het Oog op Morgen stelde hij de vraag: is de Nederlandse politiek intellectueel bevredigend genoeg voor jou, Sigrid? Oh, ik ben hier bijna antwoord vergeten. Dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, ik wil net zeggen. Ja. gelukkig heb je dat antwoord even erbij gegeven. Want ik dacht, jeetje, wat zou ik geantwoord hebben? Dat weet ik niet. Ik denk sommige momenten wel. Maar dan moet je ook niet overschatten hoe intellectueel nou een internationale functie is. Want het is ook natuurlijk wielen en dealen en weten hoe Chinezen, de Amerikanen en de Fransen bijvoorbeeld op een thema denken. Dus dat is eigenlijk hetzelfde, alleen op internationaal niveau. Dat was ook iets volgens mij wat jij had geschreven, ook in je duiding. Dat natuurlijk toen ik aan het Binnenhof, bij het Binnenhof aantrad, en dat bedoel ik met overschatting en onderschatting misschien ook. Toen ik kwam dacht iedereen, nou ja, leuk dat ze dat internationaal aardig heeft gedaan, maar wat begrijpt ze nu van het Binnenhof? En toen dacht ik bij mezelf... Ja, wat begrijpt ze van de Nederlandse samenleving? Precies, nou samenleving, maar het begon met het Binnenhof. En het Binnenhof was... ik dacht dat ik heel veel patronen zag in het Binnenhof die eigenlijk ook elders, maar gewoon internationaal hetzelfde zijn. Verschuivingen, wielen, dealen, compromissen en verder moet je mensen kennen en thema's. En inderdaad begrip hebben voor wat er leeft in de samenleving. Dat zal voor mij een continu proces zijn. Maar ik durf eerlijk gezegd te wedden dat sommige mensen wonen natuurlijk veel langer dan ik weer in Nederland. Ik weet niet of die beter inzicht hebben in de Nederlandse samenleving, omdat we zoveel lagen hebben, zoveel bevolkingsgroepen, zoveel verschillende manieren van denken en kijken. Ik denk dat ik er wel op een hele zuivere manier naar kijk, omdat voor mij, ik zie veel, ik hoor veel, omdat ik niet meteen een label op plak. Ik ben niet zo geïnteresseerd in het etiketteren. Maar we hadden het net over die grote internationale wereld en dat kleine in zichzelf gekeerde Nederlandje. En zou je het ervoor over hebben? Stel je voor dat je echt heel veel zou kunnen betekenen voor binnen de Nederlandse politiek. Zou je het interessant genoeg vinden? Ja, weet je, dat zijn volgens mij momenten als dat zou spelen, als dat zich zou voordoen, zo'n situatie. Dan op een gegeven moment, volgens mij, voel je dan zelf heel diep in jezelf. Nou, hoe voelt het of dat het goed is. De situatie doet zich nog niet voor. Het is niet aan de orde, bla bla bla. Volgens mij is dat niet, vraag jij het niet.
Nee, maar nee. Kijk, het is niet aan de orde, wordt dan altijd gezegd. Maar als je aan mij zou vragen, zou je ooit premier van Nederland willen worden? Dan zeg ik nee. En ik wil ook niet actief worden in de politiek. Ja. Dus jij zit er anders in, volgens mij. Wat zou je, als het je nu gevraagd zou worden, hoe zou je er tegenaan kijken? Ja, ik zit hier nu met een camera en een microfoontje. Dan zou mijn antwoord... Dan zou ik nog eerst een nader gesprek willen hebben. Dan zou ik ook al weten wie er verder geïnteresseerd is. Dan zou ik weten hoe de compositie is. Het is allemaal smoesjes dit, hè? Nee. Het is gewoon even de ratio. Nee, zou je het willen? Ik bedoel, er zijn heel veel dingen belangrijk in het leven. Je kinderen, waar je vandaan komt. Hoe je naar de wereld kijkt. Maar zou je nu het idee hebben van... Oh, ik zou echt wel een paar jaar in die Nederlandse politiek... de boel willen opschudden, het anders willen doen dan andere politici? Dan, volgens mij doen we dat al, als D66 natuurlijk. Tweede... Even echt antwoord. Ja, mijn antwoord is het antwoord. Maar ik weet het pas, want jij zal die vraag ook niet stellen. Ik weet het pas op het moment dat het aan de orde is. Maar nu nog niet, hè? Wat is je zou het nu orde? Niet zien zitten, of wel? Dat zeg ik helemaal niet. Het hangt af van een aantal factoren. En het hangt ook echt duidelijk af van het feit of mensen een enorm beroep op je doen. Want ik heb altijd een enorm een overtrokken gevoel van plicht, denk ik. Als je het idee wordt gegeven dat dat heel belangrijk is. Dat het een verantwoordelijkheid is. Waarvoor dat je daar een missie moet het dan in belangrijk hebt. Zijn? Waarvoor moet het belangrijk zijn? Het moet belangrijk zijn, denk ik, voor de waarden en normen waar je voor staat. Voor de partij uiteraard, maar ook in het grotere stelsel Nederland. Ik denk altijd veel breder dan... het gaat dan niet om jezelf. Want ik denk dat inderdaad, ik denk in veel gevallen... het is iets wat je ergste vijand bij wijze van spreken niet toe zou wensen. De media, de kritiek, de afbraak. Er blijft bij wijze van spreken wordt er niets van de mens heel gelaten. Maar dus wat daar moet er veranderen over nadenken. In Nederland? Wat moet er veranderen in Nederland? In één zin. In één zin? Ik denk dat we weer moeten durven dromen en niet bang zijn om tolerant te zijn. Respect. Oké. Dankjewel. Dominique van der Heijden. Dankjewel. Dankjewel. Mevrouw Kaag, we zijn over de helft. Nog eentje te gaan.